Het wordt fris in Weidewormer, maar we gaan gewoon voetballen. En Boy Deul is erbij. We zien ook Kenneth Goudmijn. En zo komt Jong AZ inmiddels ook het sportpark op van Weidewormer om de thuiswedstrijd te spelen tegen FC Volendam. Op de ranglijst dus Volendam na de goede zege van afgelopen vrijdagavond. Gestegen naar de 10e plaats. Jong AZ staat 15e. Barazi, nummer 11, ziet u links. Dat is een debutant. 17 jaar. Hij speelt voor het eerst in Jong AZ aan de buitenkant. Laatste woorden worden gesproken. Dat zal Pierre Koopmeiners zo meteen gaan doen. De aanvoerder. Als we ook de scheidsrechter van vanavond zien. Meneer Laurens Gerrits, 32 jaar. Uit Rotterdam. En bij de ploeg van Wim Jonk zien we natuurlijk Brian Plat in de laatste lijn samen met Marco Tol, met Betty aan de zijkant en Murkin. En dan vervolgens op het middenveld Boy Deul. Twee doelpunten maakte die Alex Plat met de punt naar achteren, zoals dat heet in het voetbaljargon. En Antonucci is de vrije man op het middenveld. El Kadiri, Kaars en Dodeman, dat zijn de drie aanvallers bij de ploeg van Wim Jonk. Evora, Boy Deul zit ertussen. Nu de mogelijkheid misschien voor Dodeman. En de eerste hoekschop voor FC Volendam. Plat niet. En nu een goede reactie van die doelman. En dan gaat hij er in tweede instantie gewoon in. Is het gewoon het doelpunt dat dan valt? Komt op naam van Marco Tol. De hoekschop in eerste instantie nog goed gered. Op het hoofd bij Tol. De reactie van de doelman, die is goed. Maar uiteindelijk de rebound weer voor de voeten van Tol. En die maakt het dan af. En is het grabbelen voor Evora. Volendam dus op 1-0. Buurmeester Goudmijn niet. Deul wel. Buurmeester. Tabouni met het paasje. Tabouni zelf. En een goede redding van Bakker. Bal is nog niet weg. Nu wel. Als Plat hem opruimt. Daar was hij. De topscorer van Jong AZ. Tabouni staat wel heel erg vrij. Paasje komt uiteindelijk niet bij Margaret. Tol. Door de benen van Alouche. Murkin was het. En goed daar de opening gezien door Antonucci bij Dodeman. Dodeman zelf. Dodeman. Geen problemen voor Evora. Deze corner voor de Alkmaarders. Goudmijn. Zullen het wel koppen. Het schot is goed. En dan niet tegelijk maken, zeg. Margaret schuift hem naast. Daar had hij zijn tweede van het seizoen kunnen maken. Het schot was uitstekend van Peer Koopmeiners. En wat een kans voor Margaret. Goudmijn. Ja, die wordt in één keer op de uitgezeten. Kaars, goede paas op Dodeman. Dodeman, overzicht. Antonucci verslikt zich. Plat hersteld. Goede bal op Dodeman, houdt hij hem binnen. El Kadiri. En nu, wanneer wordt het verlossende schot gelost? Hier is het. Antonucci met de 2-0 voor Volendam. De druk nam toe en toe. Dodeman legde die bal nog terug. Uiteindelijk komt hij voor de voeten van Francesco Antonucci. En die maakt zijn tweede van deze competitie. Ze gaan in het Vissersdorp weer hopen, hopen, hopen op meer. Goeie bal. Alouche. Margaret. Alouche kan door. Zugawara. De nieuwe Japanse international. En Barassi. Maar in de handen weer van Bakker. Plat. Deul. Dodeman kan hem niet bereiken.
Daar komt de paas en daar is de goal. Wat een schitterende aanval weer, zeg. Martijn Kaars maakt hem af. Maar Dodeman, wat ben je belangrijk voor Volendam. En wat is dit een ongelooflijk mooie goal. Gullit kan er niet bij. Dodeman gaat door, maar deze voorzet is voortreffelijk. En keurig afgemaakt door Martijn Kaars. Deul. Dodeman. Antonucci. Nee, het is El Kadiri. Poeh, bijna Dodeman. Richonel Magret. Handig, Anoush. Goeie bal op Tabouni. Tabouni, Tabouni. En dan is het toch 3-1. Nou, te gemakkelijk hoe Volendam deze goal weggeeft. En maakt Tabouni zijn zevende al. Nou, kwam u kijken voor doelpunten. Hier zijn ze. Tabouni. En dan Bakker slechts met de voeten. Goudmijn. Tabouni. Antonucci. El Kadiri. El Kadiri wil zo graag. En houdt er uiteindelijk een hoekschop aan over. Kort genomen. En gewoon prima binnengeschoten daar. En dan heeft hij hem. Eindelijk heeft hij hem, zijn doelpunt. Helemaal vrij. En zo scoort Ibrahim El Kadiri de eerste van het seizoen voor hem. Gullit, Goudmijn gaat de 16 in. Het wordt Tabouni. Nu wel Goudmijn. Gullit met een goede voorzet. Gullit met een uitstekende voorzet. Op het hoofd van Barassi. Die had bij zijn debuut kunnen scoren. AZ speelt met hoge druk nu. Het moet ook wat met die 4-1 achterstand. Bal op Dodeman. Dodeman is snel. Sneller dan Gullit. Dodeman zelf. Oh, het scheelt niks. Het scheelt helemaal niets. Nick Dodeman. Je gunt hem zijn doelpunt. Prima paas. En Dodeman. Met het lopje. Antonucci. Kaars gaat. Dat is 2-1. Kaars. Hij is nog alleen. Dodeman komt hem helpen. Alex Plat. El Kadiri weggedraaid. Goed gedaan. Nu. Wanneer komt het schot? Het schot komt er, maar is te hoog. Dat doelpunt heeft bevrijdend gewerkt bij Ibrahim El Kadiri. Veldhuis. Prachtig. Tabouni. Daaraan kun je zien dat die speler heel veel in huis heeft, hoe hij die bal meeneemt. Sugawara, voorzet. En weer onderschept door Marco Tol. Bakker, laat hem los, maar hij heeft hem in tweeën. Plat, kan terug. Andere plat en dit is te gemakkelijk weggegeven. Kunst. Nu de bal van Barassi. En die scoort bij zijn debuut in de basis. Youssouf Barassi. En zo Jong AZ op 2-4. Veel te gemakkelijk hoe die balverlies leidt. Kunst houdt het overzicht. En Barassi maakt dit uitstekend af. De kant, houd breed, Volt. Murkin. Volendam geeft u wat hoge druk. Mulacheri, niet zuiver en dus niet bij Alex Plat. Gemmel levert in. Antonucci, bedenk eens wat. Antonucci, goede combinatie. Antonucci, Mulacheri en die staat buitenspel. De Italiaanse namen vinden elkaar wel. Mulacheri en Francesco Antonucci. Goede combinatie.
En is dit buitenspel? Volgens mij niet. Zo, rechts voor je. Ja, die vlak. Dodeman nu wel. Daar komt de voorzet. Oh, die wordt helemaal gemist. Door Kaars. En dan wel Derry John Merkin. Uit de tweede lijn. En dan heeft Volendam toch ook in de tweede helft zijn doelpunt weten te maken. Derry John Merkin met de 5-2. En dan gaan we ons afvragen of Volendam begonnen is aan een reeks na afgelopen vrijdag. Bal is goed op Dodeman. Voor de goal komt Belloni. Daar is Mulacheri. En daar is weer een doelpunt van de Italiaan. Zijn tweede. Hij loopt 1-1. Volendam wint en doet dat uiteindelijk heel eenvoudig met 6-2. Nick Dodeman mag zich kronen tot de allerbeste assistman van de hele keukenkampioendivisie, denk ik. Want elke voorzet die hij produceert is raak, is een goal, zo lijkt het. Mulacheri zal hem dankbaar zijn, Antonucci is hem dankbaar. Kaars is hem dankbaar. Want dat waren toch drie voorzetten van hem die allemaal tot doelpunt gepromoveerd werden. Wim Jonk, hij heeft het spul weer op de wagen. Mulacheri, zijn tweede wedstrijd, zijn tweede doelpunt. Was nog niet helemaal fit genoeg om meteen al twee wedstrijden in een week te spelen. Maar geeft wel weer een visitekaartje af. Koopmeiners, als centrale verdediger zal het pijn doen als hij het scorebord bekijkt en ziet dat zijn ploeg Jong AZ verliest met 6-2 hier op Weidewormer.